Martin Kokkenier van Bodyproof Calisthenics vanuit de gym Houten. Nou, de vorige keer hebben we het gehad over hoeveel eiwitten, vetten, koolhydraten je eigenlijk binnen zou moeten krijgen om te zijn en te blijven wie je nu bent. In deze video gaan we het hebben over hoeveel je nou af kan vallen mocht je dat willen. Allereerst zal ik even opschrijven de eiwitten, vetten en koolhydraten. Dat zijn namelijk natuurlijk de macronutriënten die je binnen zou moeten krijgen, die belangrijk zijn om in de gaten te houden. Eiwit was 2,3 gram per kilogram lichaamsgewicht wat je over binnen moet krijgen. Vet zit ergens tussen de 15 en de 30%. Oh, goed procenttekentje doen. En dat hangt er vanaf of ben je nou een vrouw of een man en hoeveel hou je van vettig eten en koolhydraten was de rest. Oké, nu wil je gaan afvallen. Natuurlijk wil je dat op een zo gezond mogelijke manier doen. Je wil liefst vetmassa kwijtraken, denk ik tenminste. Nou, wat kun je nou afvallen per week? Maximaal 0,5 tot 1% van lichaamsgewicht. Lichaamsgewicht. Dat kun je per week afvallen. En dan natuurlijk ligt het bij die 0,5%. Ben je al heel erg sportief? Ben je een klein beetje te zwaar en wil je maar 1 of 2 kilo, misschien 3 kilo kwijt? Of wil je wel 30 kilo kwijt? Nou, dat hangt natuurlijk vanaf hoeveel je kan kwijtraken. Nou, nu is het natuurlijk interessant. Oké, je kan dat afvallen. 1 kilogram lichaamsgewicht, lichaamsvet in dit geval, is 7700 calorieën. Om en nabij, 7700. Je moet dus, stel je voor je wilt 3 kilo kwijt, moet je dus 3 keer die 7700 kilocalorieën minder binnenkrijgen of meer verbruiken. Oké, nu gaan we dus uitrekenen hoeveel je zou kunnen afvallen. Stel je voor, ik bereken het even voor mezelf en natuurlijk moet je voor jezelf je eigen gewicht en lengte gebruiken. Ik weeg zeg maar 74 kilogram, ik ben 181 centimeter. Hoeveel kan ik nou afvallen? Nou, als ik uitga van 0,5%, dan betekent dat, doe ik dus 0,5% van mijn gewicht kan ik afvallen. En dat is 74 kilo, dus dat is 0,5% keer 74 kilogram is 0,37 kilogram. Oftewel 370 gram per week, wat ik op een gezonde manier kan afvallen. Oké, nu weet ik dat, maar hoeveel calorieën is dat nou eigenlijk? Nou, dat kunnen we ook uitrekenen. Dan doen we dus die 0,37 keer die 7700. 0,37 keer 7700 calorieën is, geen idee, moet ik even mijn telefoon pakken voor mijn rekenmachine. Even kijken, rekenmachine. 7700 maal 0,37, dat is 2849. 2849 calorieën. Kan ik, even terug in mijn zak, per week afvallen. Per week. Ik moet dus om gaan rekenen nu naar per dag. Mijn onderhoud, want dat heb je met een beeld van de eerdere video's, die zal ik even linken. Heb je je onderhoud kunnen berekenen? Laten we zeggen dat hij voor mij nog steeds op 2600 calorieën onderhoud. En onderhoud was, als ik dit aantal calorieën per dag eet, dan kom ik niet aan, val ik niet af. Dat is mijn onderhoud. Oké, maar dit is per dag. Per dag. 2600 kilocalorieën per dag om te zijn en te blijven wie ik ben. Maar ik wil afvallen. Dit aantal calorieën moet ik per week minder eten.
Nou, hoeveel is het nou per dag? Want je moet natuurlijk per dag. Dan krijg je dus die 28,49 gedeeld door 7. Dan heb je het natuurlijk per dag. En dat is gedeeld door 7 is 407. 407 calorieën per dag. Die 407 moet ik dus minder binnenkrijgen of meer verbruiken op dagelijkse basis. Nou, hoeveel is dat dan totaal? Totaal is dat dus 2600 min 407 is 2103 calorieën per dag. Dit aantal calorieën zal ik per dag moeten gaan eten om 0,5% van mijn lichaamsgewicht per week kwijt te raken. Nou, en zo kun je dus ook uitrekenen zelfs. Stel je voor, je gaat hier op eten en je valt inderdaad dat 0,5% af, want dat moet je natuurlijk altijd even testen. Werkt het wel zo? Val je meer af? Val je minder af? Als je te veel afvalt, moet je het iets bijstellen. Val je te weinig af, kun je de andere kant op bijstellen. Oké, dus nu, na 1 week op dit gegeten te hebben, zal ik dus 0,5% van mijn gewicht, 370 gram, lichter moeten wegen. Dan weet je dus ook, oké, hoeveel weeg ik over 3 maanden? Dat kun je precies allemaal doorrekenen. Ja? Dus heb je over 3 maanden, ga je op vakantie of heb je een bruiloft of een bepaalde gelegenheid waar je wat gewicht voor kwijt wil raken. Op deze manier kun je het gewoon gezond en duurzaam kwijtraken. Mijn bord zakt helemaal naar beneden. Momentje hoor. Dat krijg je, hè, met magneetjes. Dit is duurzaam. Als je hierop blijft eten, en dat kun je prima inregelen natuurlijk, daar kunnen we nog een andere video over maken als daar behoefte aan is. Dit is, lijkt natuurlijk in de verste verte niet op een crashdieet of iets dergelijks. Hè? Crashen ga je echt gewoon bijna niet meer eten, verlies je veel spiermassa. En dat is hierbij, misschien verlies je wel wat spiermassa, zeker als je niet sport. Want sporten hoort hier natuurlijk wel bij. Krachtsport het liefst, krachttraining in de sportschool of thuis of in een parkje of waar dan ook, dat maakt niet zoveel uit. Maar alleen rennen bijvoorbeeld is niet voldoende om gezond gewicht kwijt te raken. Met rennen bouw je geen spiermassa op en spiermassa verbruikt natuurlijk ook energie. En daarnaast ga je natuurlijk ook beter uitzien door die spiermassa. En als je op deze manier gaat eten, zul je veel duurzamer dat gewicht kwijtraken. En ook blijvend is dat gewicht dan weg. Ja? Oké, nou mocht je hier vragen over hebben, stel ze onder in de comments, dan geef ik daar antwoord op. Ik hoop natuurlijk wel dat dit duidelijk is. Heb je nou helemaal geen zin om dit helemaal zelf te gaan doen, neem gewoon even contact op. Dan kijk ik of je kunnen gaan helpen daarmee. Mijn naam is Martin Kokken van Bodyproof Calisthenics vanuit de Gym Houten. Succes en tot de volgende keer!